kijk, ik heb vandaag een geweldig gezelschap van Froya. Haar baasje is op vakantie. Dus ja, gaan we haar wandelen. Kijk, we gaan richting de donkere periode. Het is nu 2 uur. En ja, binnen een uurtje wordt het donker. Maar je ziet het nu al, dat het zowat sneeuwlucht is. Dat de lucht ook al wat donkerder wordt. Ik weet, sorry voor degene die rekende elke week op 2 filmpjes of 1 filmpje. Het is enorm hectisch geweest. Ik heb mijn reden waarom ik niet elke keer kon posten, dus mijn excuses. Kijk hoe mooi de berg nu is. Ik vind met de sneeuw vind ik alles zo net iets dramatischer. En ik ben nog altijd weg. Froya. Kijk, ginder zie je zo nog een glimp van de laatste zon. Ja, het is nu echt officieel. We zitten bijna in de donkere periode. En ik kijk er enorm naar uit. Dus... geweldig. Ik vind dit een geweldig gezellige periode. Dus ja, sneeuw, binnen gezellig. Ja, echt geweldig. Gaat het met jou? Alles nog oké? Alles nog oké met jou? Ja, kom, we gaan voort. We gaan voort, sottemie. Gaan voort. Ja. Gaan voort. Ja. Inderdaad, is aan het sneeuwen. Je ziet dat keihard. En ik heb goed gezelschap van ons Froya. Jij bent goed gezelschap vandaag. Want ze heeft druk met geurtjes. Druk. Froya, kom maar hier even neerzitten. Ik kan even genieten van het uitzicht.
gaan we doen, Joën? We gaan aan de slee pakken achter het huis. Ah ja. Om te zien dat we niet verdwijnen in de tuin, hè. Kijk, het is 4:15. Kijk hoe donker dat is. Het is 4:15 in de namiddag en we gaan richting de donkere periode en het is heel donker. En nu zijn we er achter het huis aan het stappen. Hier staat Joën aan slee tegen... Ik weet niet of dat jullie het zien op de camera. Tegen het huis. Mag ik een rode? Dit is de rode. Ik wil de rode, die is nog mooi. Pas op. Ja, pas op. Ja. Ik weet mensen over de slee. Dus ja. Voorzichtig, hè.